terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een winter Get Ready With Me video voor jullie. Ik ga jullie deze make-up look laten zien en ik ga jullie ook mijn favoriete winter outfit laten zien. Deze make-up look draag ik doorheen de winter echt heel erg vaak. Soms laat ik de oogschaduw wel eens weg. Maar dit is eigenlijk de make-up look waarvoor ik standaard ga. En dan mijn outfit is heel erg warm en cozy. En dat vind ik heel belangrijk tijdens de winter. Het is een iets andere video dan normaal, maar ik vond het wel eens leuk om hiermee te experimenteren. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Laat zeker in de reacties weten wat jullie ervan vinden. En vergeet deze video geen like te geven en te abonneren. En dan gaan we nu beginnen met de make-up look. Ik ga eerst beginnen met het aanbrengen van een lippenbalsem. Want mijn lippen zijn tijdens de winter altijd super droog en gebarsten. En dat is echt heel pijnlijk. En deze van Bioderma, die herstelt mijn lippen super snel. Dus deze ga ik eerst een beetje aanbrengen. Het eerste wat ik ga doen is oogschaduw aanbrengen. En hiervoor ga ik deze twee producten gebruiken. Als eerste een primer van MAC. En nadien het Too Faced chocoladebare palet. Omdat dit echt heel mooie kleuren heeft. En ik vind ze echt geschikt voor de winter. Dus ik neem gewoon een klein beetje van het product. En dan breng ik dan mijn ooglid aan. En dan kunnen we nu verder met de oogschaduw. En tadaa, zie je hoe mooie kleuren. Dat is echt een super prachtig palet. En ik gebruik dit eigenlijk het hele jaar door. Maar tijdens de winter is het toch echt een heel grote favoriet van mij. Vanwege de super mooie warme kleuren. En ik ga vandaag deze kleur gebruiken en een donkere kleur, ik denk deze, die twee. Een combinatie van deze twee kleuren is altijd heel erg mooi. En dan ga ik nu de gouden kleur nemen en die breng ik over mijn gehele ooglid aan. De reden waarom ik eerst begin met oogschaduw en nadien met mijn gezichtsmake-up is dus om deze reden. Ik weet niet hoe ik het doe, maar mijn vinger zit altijd vol met oogschaduw en dan zit ik op mijn gezicht en dan ziet mijn gezicht er goudachtig uit en dat is niet de bedoeling. Dus daarmee dat ik eerst oogschaduw aanbreng en nadien de rest. De gouden oogschaduw zit erop en nu ga ik deze kleur hiernaast gebruiken in de buitenste ooghoek. Ja, ik weet dat mijn ooglook ziet er op dit moment nog niet uit. Ik hoop dat ik dat zo niet kan fixen. Nog meer oogschaduw op mijn gezicht. Maar nu ga ik blenden met een schone blendingskwast. Of ja, bijna een schone blendingskwast. Mijn oogschaduw zit erop en nu ga ik verder met primer. En deze van Smashbox is echt mijn favoriete primer ooit. Ik gebruik die echt al super lang en ik vind hem echt kei fijn. Ik kan hem gewoon een beetje aanbrengen op mijn gezicht. Vooral rond mijn neus, omdat daar mijn foundation snel eraf gaat. Dan ga ik nu de groene concealer van dit paletje van Catrice gebruiken om mijn roodheden te camoufleren. Dan ga ik nu foundation aanbrengen en ik gebruik er voor eentje van NARS. En zoals jullie weten is dat al jaren mijn favoriete foundation. Normaal breng ik die aan met een kwast, maar deze keer ga ik mijn beauty blender gebruiken. En ik heb mijn beauty blender eigenlijk net nieuw. Of ja, ik heb die al een tijdje in mijn kast liggen, maar ik heb die nog nooit gebruikt. En nu ga ik die eens gebruiken. Ik ga gewoon een beetje eerst foundation op mijn gezicht aanbrengen. Zo. Eén pompje ongeveer en dan mijn voorhoofd doe ik straks. En dan ga ik gewoon mijn foundation in een deppende beweging over mijn gezicht aanbrengen. En ik vind dat resultaat eigenlijk echt heel erg mooi en super natuurlijk. Nu ga ik eerst mijn puistjes camoufleren, want zoals je ziet heb ik een aantal puistjes op mijn gezicht. En dan neem ik er nu mijn favoriete concealer van Catrice erbij en die breng ik aan onder mijn ogen in een grote driehoek. Zo. Het ziet er eng uit, maar met de beauty blender gaat het blenden echt heel erg makkelijk en is het effect ook heel erg mooi. Het ziet er echt dramatisch uit, maar geloof mij, als je het blendt is het resultaat echt super mooi. De bolle kant van de beauty blender gebruik ik om mijn foundation zo mooi aan te brengen. En dan de puntige kant is dan om mijn concealer onder mijn ogen mooi te blenden. En dan gaan we nu afpoederen met dit poeder van Catrice. De ooglook
ziet er nu een beetje raar uit, maar dat is gewoon omdat ik nog geen mascara heb toegevoegd. En als ik dat ga toevoegen, dan ziet het er eigenlijk wel oké uit. En dan ga ik nadien verder met de bronzer, highlighter en blush. En ik gebruik hiervoor weer mijn mascara van Kiko. Ik vind het echt een heel fijne budget mascara. Dan ga ik nu wat meer leven in mijn gezicht brengen. En dat ga ik eerst doen met een bronzer van NYX. Dat is echt een heel fijne bronzer. En zoals je ziet, is deze bijna op. Dan ga ik nu een blush aanbrengen. En ik breng er eentje van Essence aan. Die is wel super gepigmenteerd. Dus ik moet echt goed opletten dat ik niet te veel aanbreng. Als highlighter gebruik ik er eentje van Be Creative Makeup. En dat is echt een super mooie highlighter. Ik ben echt blij dat ik deze highlighter heb ontdekt. En ik ga gewoon een beetje door alle kleuren heen. Goed aftikken en dan breng ik dat aan. En voor mijn lippen ga ik twee producten van Primark gebruiken. Ik heb hierover een volledige review geschreven op mijn blog. En ik ben hier echt super grote fan van. Ik ga eerst de lip liner aanbrengen en nadien de matte lipstick. Ik vind de kwaliteit van deze lipproducten van Primark trouwens echt super goed. En vooral de lip liner vind ik super fijn en die is maar €1,50. Dit was mijn Winter Get Ready With Me video. Ik hoop dat jullie deze leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken. En ik zie jullie een volgende keer. Dag!